Mijn naam is Huib van der Maarden. Ik ben manager safety en quality bij Smurfit Kappa Zeerdijk in Deventer. Smurfit Kappa Zeerdijk bestaat al 60 jaar dit jaar. We staan hier nu bij de Babs Domino valplakmachine, waar we samen met onder andere safety upgrade hebben gedaan. Smurfit Kappa Zeerdijk die maakt luxe consumentenverpakkingen en displays. Alles van in offset bedrukt golfkarton. Deze producten lopen grotendeels ook over deze machine. De huidige machine zoals die hier staat is al ruim 22 jaar oud. Dat betekent dat de veiligheidscomponenten derhalve ook zo oud zijn. En we wilden eigenlijk in het kader van continu verbeteren, willen we toch zien dat we de laatste stand der techniek hadden. Door een seminar bij Smurfit Kappa Benelux, waar Omron uitgenodigd was, die heeft eigenlijk uiteindelijk iets verteld over functionele veiligheid. En dat sloot eigenlijk precies aan bij de gedachten die wij voor ogen hadden. We hebben hen uitgenodigd om meer te kijken hier op welke wijze we onze vuilplakmachine zouden kunnen veranderen, upgraden naar de huidige stand van eisen. Daarbij was het belangrijk dat het wettelijk kader, CE-keuring en het afnemen van de machine voorop stond. En uiteindelijk hebben we helemaal een nieuw veiligheidsconcept met onderom ontwikkeld. Voor de installatie van de veiligheidsoplossing heeft Omron zijn partner MDE Automation uitgekozen. MDE Automation heeft de volledige elektrische installatie op zich genomen. De technische dienst van Smurfit Kappa Zeerdijk heeft het mechanische deel uitgevoerd. De gehele implementatie van de installatie werd in 4 dagen gerealiseerd. MDE heeft de eerste 3 dagen de installatie gedaan en de laatste dag heeft Omron de validatie gedaan. De uitdaging zit er met name in om het met de mensen te doen, zodat de mensen veilig, goed en uiteindelijk snel kunnen werken. Dat betekent dat we vanaf het begin de machinevoerders en ook de technisch engineer van Zeerdijk zelf erbij betrokken hebben om binnen die kaders veilig, goed en snel te kunnen werken. Dat zegt iets over de mensen. Hè. Die moeten nou openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, wat soms best lastig is. De ervaring van de gebruikers van deze oplossing is dat we het meer vertrouwen hebben in alle veiligheidscomponenten die we hebben in de machine. Het zicht op elkaar, het vertrouwen naar elkaar, ook wel, wat wel en niet kan in de machine, is nu uitgesloten. Dit was eigenlijk het eerste project wat we op deze manier hebben beoordeeld. En we hebben eigenlijk gezien dat we met deze samenwerking, dus met een analyse van hun rapportage en maar ook een plan van aanpak opstellen van hoe je dingen kunt veranderen, dat we daar echt voor de komende jaren mee veilig kunnen gaan werken, ook op de andere machines. Het voordeel van Smurfit Kappa Zeerdijk in deze aanpak schuilde erin dat we met elkaar hebben gekozen voor een oplossingsrichting waarbij het stellen van een machine veilig kan gebeuren, maar ook het draaien. Het voordeel is met dit veiligheidshekwerk dat we nu samenstellen in dezelfde sectie, waardoor niemand meer afzonderlijk zich in een andere sectie zou kunnen bevinden. Op betrekking tot de safety cell van de machine bevinden zich op alle sectoren afzonderlijke bedieningsknoppen om de deuren te openen en weer te sluiten. Door de implementatie van dit systeem hebben we ervoor gezorgd dat zich niemand meer kan bevinden in de ruimte van de machine. Om de machine in beweging te laten komen heb je contact met je collega en geef je elkaar het signaal om de machine vrij te geven en op te starten door beide buttons in te drukken. Zoals je ziet zijn alle handen zijn bezet waar we door niet in aanraking kunnen komen met de machine tijdens het stellen. De volgende stap is, en die loopt al aankomende juli, dat we onze golfkartonmachine op dezelfde manier hebben beoordeeld, in samen met Omron. Volgend jaar gaan we verder met onze staalmachines die op dezelfde manier gaan beoordelen. Dus eigenlijk hebben we gekozen, sinds we dit project hebben afgerond, als rode draad dat we voor deze aanpak staan als Smurfit Kappa Zeerdijk. Dus met een goede partner de veiligheid van bestaande machines upgraden.